Goedenavond allemaal, welkom bij de nieuwe vlog, vlog 43. Ik ben even aan het koken. Ja, ik zal jullie even meenemen wat ik aan het koken ben. Het is maandag, 13 november. Het is morgen 14 november. Morgen ben ik te zien op tv bij Geloof, Hoop en Liefde om 17:50. Ja, 17:50. Ik ga jullie even nou meenemen van wat ik nou ga... wat ik aan het koken ben. Ik zal ook even nog wat extra licht erbij doen. Voordat jullie het niet zien wat ik aan het koken ben. Kijk, nou heb ik wat meer licht. Hier zit de rijst in. Ja. Eitjes. En champignon ragout. Ja, er komt ook nog een sausje bij. Maar wat voor sausje weet ik nog niet. Nee. Ik heb hier al even peper in gedaan. Er gaat nog zo meteen paprika poeder en currypoeder doorheen. Kan ik gelijk even doen. Ja, kan ik gelijk even doen. Zo, currypoeder. En nu paprika poeder. Ja. Hartstikke idee. Even allemaal op zacht vuur. Deze ragout. Ja. Even doorheen roeren. Nou, dan gaan die eitjes er zometeen door en door de champignon-ragout heen. En dan lekker mengen met rijst. En dan lekker zometeen eten. Lekker makkelijk en toch erg lekker, moet ik zeggen. Ja. Dus dat ga ik lekker eten vanavond. Dus wat gaan jullie allemaal, wat gaan jullie eten of wat hebben jullie gegeten deze week? Dat zou ik erg leuk vinden om dat van jullie te weten. Ik zou zeggen, plaats het even hieronder in de comment. Doe vooral juist een blauw duimpje omhoog. En abonneer even op ons kanaal. Nou, ik heb er verder geen saus erbij doorheen gedaan. Het is gewoon rijst met champignon ragout met een eitje erdoorheen. En nog wat meer paprika poeder en currypoeder. En peper erdoorheen. En dan ziet het er zo uit. Ja. Eet smakelijk!